Het goudkopleeuwaapje is een zoogdier. Maar wat zijn zoogdieren eigenlijk? Zoogdieren worden levend geboren en na de geboorte drinken ze allemaal melk bij hun moeder. Zoogdieren hebben longen om te ademen, ze hebben haren en ze hebben een skelet. Ze hebben ook zweetglieden, dus zo kunnen ze zweten. Het goudkop leeuwapje wordt tussen de 20 en de 30 centimeter groot. Ze wegen ongeveer een halve kilo tot een kilo. Ze eten vooral fruit, eieren, insecten en soms kleine vogels. Deze kleine apensoort komt vooral voor in hun leefgebied in Brazilië. Door de ontbossing, die op grote schaal plaatsvindt, is het leefgebied steeds kleiner en kleiner geworden en wordt de soort nu ernstig bedreigd. Er zijn vermoedelijk niet meer dan zo'n 10.000 exemplaren over in het wild. Het goudkopleeuwaapje kan het beste herkend worden aan de goudgele manen rond de kop. Daarom ook deze naam. De aapjes leven in familieverband en de vrouwtjes brengen altijd een tweeling ter wereld. Soms zelfs twee keer per jaar. Het is de kleinste echte aap ter wereld. De Antwerpse Zoo beheert en coördineert wereldwijd het stamboek van deze dierensoort. Om de instandhouding te kunnen verzekeren. En van het kleinste echte aapje ter wereld gaan we nu naar de olifanten. Olifanten zijn grote zoogdieren. En het zijn slurfdieren. Traditioneel worden er twee soorten erkend: de Afrikaanse olifant en de Aziatische olifant. Olifanten komen verspreid voor in Afrika ten zuiden van de Sahara en in het zuiden en zuidoosten van Azië. Zij zijn de enige nog levende soorten van de slurfdieren. Uitgestorven zijn onder meer de mammoeten en de mastodonten. Olifanten zijn de grootste levende landdieren. De mannelijke Afrikaanse olifanten kunnen tot 4 meter groot worden en kunnen tot 7000 kilo gaan wegen. Deze dieren hebben verschillende onderscheidende kenmerken, zoals de slurf die wordt gebruikt voor vooral het grijpen van voorwerpen. Hun snijtanden groeien uit tot slagtanden en dienen als hulpmiddel voor het verplaatsen van objecten, het graven en als wapen tijdens gevechten. De grote oorflappen van de olifant worden gebruikt om de temperatuur van het lichaam te beheersen. Afrikaanse olifanten hebben grotere oren en een holle rug, terwijl Aziatische olifanten kleinere oren hebben en een bolle of rechte rug hebben. Op de volgende print zien we bij foto 1 de Aziatische olifant. En bij fotootje 2, de Afrikaanse olifant. Olifanten behoren tot de intelligentste dieren. Een groot aantal van de typische gedragspatronen van de olifant wijzen op de hoge intelligentie. Ze kunnen rouwen, ze leren voor andermans jongen te zorgen, ze hebben mimiek. Kunst, ze kunnen spelen, hebben gevoel voor humor. En ze kunnen zelfs werktuigen gebruiken. Ze hebben medelijden, ze zijn zelfbewust en ze hebben een goed geheugen. Zelfs een mogelijke taal. Men zegt wel eens dat iemand een olifantengeheugen heeft. En terecht, want het geheugen van een olifant is uitstekend. De huid van een olifant is over het algemeen erg ruig. Ze is zo'n 2,5 centimeter dik op de rug en delen van het hoofd. De olifant wordt hierom ook wel dikhuid genoemd. De draagtijd van een Afrikaanse olifant is maar liefst 22 maanden. Dat is bijna 2 jaar. Deze draagtijd is dan ook wel een van de langste uit het dierenrijk. Door deze lange draagtijd kan het kalfje zich goed ontwikkelen in de buik van zijn moeder. Een jonge olifant wordt een kalf genoemd. Het kalf weegt bij de geboorte ongeveer tussen de 80 en de 115 kilo. Het kalf is helemaal zelfstandig. Als het acht jaar oud is. Vonden jullie dit leuk? Geef een duimpje omhoog. En laat vooral weten in de comments welk dier we volgende keer moeten bespreken. Tot de volgende keer.